In deze presentatie wordt zeer basale informatie gegeven over psychofarmaca, geneesmiddelen die verschillende functies in ons brein beïnvloeden. Om deze informatie te begrijpen moet je enige kennis hebben van synapsen, neurotransmitters en receptoren. Als het nodig is je kennis hierover op te frissen, kan je eerst het filmpje over de microscopische bouw van zenuwcellen bekijken. We behandelen de drie belangrijkste groepen psychofarmaca, de slaap- en kalmeringsmiddelen, de antidepressiva en de antipsychotica. Op dit plaatje zie je een tekening van een synaps. Met behulp van dit plaatje worden de werkingsmechanismen van psychofarmaca uitgelegd. Je ziet de blaasjes met neurotransmitters in het axonuiteinde. Je ziet neurotransmitters, de rode spikkeltjes, in de synaptische spleet. Aan de overkant van de synaptische spleet, onder in de tekening, zie je receptoren, groen. Twee van de vier getekende receptoren hebben een neurotransmitter gebonden. Psychofarmaca oefenen hun werking uit in de synaptische spleet. Dat kan op de volgende drie manieren. Sommige psychofarmaca blokkeren de receptor van een bepaalde neurotransmitter. Op deze manier verhinderen ze de binding van neurotransmitters aan die receptoren en belemmeren een bepaalde functie. Antipsychotica werken op deze manier. Andere psychofarmaca, bijvoorbeeld de slaap- en kalmeringsmiddelen, binden aan een receptor, waardoor zij het effect van de neurotransmitter die aan die receptor bindt, versterken. De derde mogelijkheid is dat een geneesmiddel de heropname van een neurotransmitter blokkeert. Op deze manier blijft er meer van de neurotransmitter in de synaptische spleet, kan er dus meer receptorbinding van die neurotransmitter plaatsvinden en wordt het effect van die neurotransmitter versterkt. Antidepressiva werken op deze manier. De psychofarmaca worden met verschillende namen aangeduid. Er bestaan om te beginnen verschillende namen voor de groepen waartoe de geneesmiddelen behoren. Sommige groepsnamen slaan op de werking van de medicijnen. Slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva, antipsychotica. Deze vind je in de linkerkolom van de tabel. Deze namen geven duidelijkheid over het effect dat deze geneesmiddelen hebben. Er zijn ook groepsnamen die duiden op de chemische structuur of het biochemische werkingsmechanisme van de geneesmiddelen. Die vind je in de rechterkolom. Vrijwel alle slaap- en kalmeringsmiddelen behoren tot eenzelfde chemische groep, de benzodiazepine. Om deze reden staan de slaap- en kalmeringsmiddelen als één groep genoemd in de linkerkolom. Echter, binnen de groep van slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen deze middelen met verschillende andere namen worden aangeduid. Hypnotica is de naam voor de middelen die voornamelijk vanwege hun slaapverwekkende effect worden gebruikt. Het woord sedativa betekent dat deze middelen een licht verdovend of versuffend effect hebben. Het Nederlandse kalmerend is eigenlijk een verbloemende term. Je wordt inderdaad kalmer, maar dat komt door de verdoving. Ten slotte kan voor deze groep geneesmiddelen ook nog de naam anxiolytica gebruikt worden. Dat betekent zoiets als angstoplossers. Terug naar de rechterkolom. De antidepressiva zijn hoofdzakelijk in twee groepen te verdelen. De term tricyclische antidepressiva, die je niet hoeft te leren, slaat op de chemische structuur van de eerste ontdekte antidepressiva. Later werden de zogenaamde selectieve serotonine heropnameremmers ontwikkeld, die een iets specifieker werkingsmechanisme hebben. Voor hulpverleners is deze informatie niet zo relevant, maar het is wel belangrijk dat als je de term SSRI's tegenkomt, je weet dat het over antidepressiva gaat. De antipsychotica worden onderscheiden in klassieke, de oudste, en de zogenaamde atypische, later ontwikkelde antipsychotica. De namen in de tabel gaan over groepen van geneesmiddelen. De afzonderlijke geneesmiddelen zelf hebben daarnaast een unieke stofnaam, dat is de naam van het werkzame bestanddeel, en een merknaam die de fabrikant eraan gegeven heeft. We gaan de drie groepen psychofarmaca nader bekijken. De volgende dia's geven de belangrijkste informatie per groep. Wat je van deze stof moet kennen is de werking van de groepen geneesmiddelen, de reden waarom ze worden voorgeschreven en de belangrijkste bijwerkingen. Het heeft geen zin om klakkeloos namen van geneesmiddelen te leren, maar geneesmiddelen die je in de praktijk bij je cliënten tegenkomt, moet je wel leren kennen. De slaap- en kalmeringsmiddelen, oftewel de benzodiazepine.
Zoals de naam al aangeeft, worden deze middelen gebruikt als mensen problemen hebben met slapen of angstig en onrustig zijn. Het is belangrijk te bedenken dat deze geneesmiddelen de oorzaak van de onrust of de slaapproblemen niet wegnemen. Ze moeten dan eigenlijk ook alleen maar gebruikt worden om een korte periode van stress, onrust of slapeloosheid te overbruggen. Intussen moet dan op een andere manier iets aan de achterliggende oorzaken worden gedaan. Bij mensen die behandeld worden voor alcoholverslaving worden deze geneesmiddelen in de eerste fase van de behandeling gebruikt, de ontgiftingsperiode of detoxificatie, omdat zij de ontwenningsverschijnselen van alcohol tegengaan. Deze middelen moeten maar kort worden gebruikt, hoogstens enkele weken. Niet alleen omdat de oorzaak van de problemen er niet mee wordt weggenomen, maar vooral omdat na enige tijd afhankelijkheid ontstaat, oftewel een benzodiazepineverslaving. De slaap- en kalmeringsmiddelen hebben doorgaans milde bijwerkingen, maar kunnen soms tot ernstige problemen leiden. Natuurlijk word je er wat slaperig of suffig van, want dat is de werking van deze middelen. Je kunt daar last van hebben als je geconcentreerd werk moet doen of auto moet rijden. Dit laatste wordt dan ook sterk ontraden. Spierzwakte is iets waarvan vooral oude mensen last kunnen hebben. In het ergste geval betekent dat dat ze vallen, bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, en een heup breken. De belangrijkste bijwerking is de algenoemde afhankelijkheid of verslaving. Soms treedt verwardheid op, bij met name bejaarde mensen, maar soms ook bij niet-bejaarden. Veel stofnamen van slaap- en kalmeringsmiddelen eindigen op PAM, zoals oxazepam, temazepam, lorazepam en diazepam. De antidepressiva. Het effect van de antidepressiva is dat gevoelens van angst en depressie verbeteren. Ook hier moet je bedenken dat de geneesmiddelen niet de oplossing voor de depressieve klachten zijn. Daarvoor zijn ook andere maatregelen nodig. De antidepressiva worden niet alleen gebruikt bij depressies, maar ook bij sommige angststoornissen, zoals paniekstoornissen en dwangstoornissen. Bijwerkingen die vaak bij het begin van de behandeling optreden, zijn griepachtige verschijnselen, zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, spierpijn. Sommige mensen voelen zich verschrikkelijk ziek door het gebruik van deze middelen. Het is belangrijk dat de cliënt niet meteen stopt met de medicijnen vanwege de bijwerkingen. Meestal verdwijnen ze na enige dagen. Helaas kan het enkele weken duren voordat de gewenste effecten optreden. En daarom is het belangrijk door te gaan met het gebruik. Van sommige antidepressiva krijg je een verdoofd of versuft gevoel. De oudere antidepressiva, de zogenaamde tricyclische antidepressiva, kunnen tot hartritmestoornissen leiden, vooral bij overdosering. Deze kunnen zo ernstig zijn dat de cliënt eraan overlijdt. Daarom moeten deze middelen niet gegeven worden aan mensen die suïcidaal zijn, en een belangrijk aantal depressieve mensen is dat. De antidepressiva kunnen ook stoornissen geven in de functies van het autonome zenuwstelsel. Dat wordt aan het eind van deze diaserie uitgelegd. Er bestaan veel verschillende antidepressiva. Hier zie je slechts drie voorbeelden. De antipsychotica. Antipsychotica zijn in staat een aantal functies in het zenuwstelsel krachtig te dempen. Ze onderdrukken bij mensen die psychotisch zijn de wanen en hallucinaties. Ook de hevige angstgevoelens die vaak bij psychose optreden worden gedempt. In de lichamelijke geneeskunde worden antipsychotica soms ingezet bij de bestrijding van heftige chronische pijnen. Ook het bewustzijn zelf wordt gedempt, vooral bij hoge doseringen. Dat betekent dat de cliënt er extreem versuft van kan worden. De belangrijkste indicatie voor de antipsychotica is de psychose. Een psychose is een toestand van een vaak vreemde en angstaanjagende beleving van de werkelijkheid, met waandenkbeelden en hallucinaties. Schizofrenie is een aandoening waarbij psychose regelmatig kunnen terugkomen. Om die reden worden antipsychotica bij schizofrenie vaak zeer langdurig voorgeschreven. De antipsychotica worden onderscheiden in twee belangrijke groepen, de zogenaamde klassieke en atypische antipsychotica. We gaan hier verder niet op dit onderscheid in. Ook van de antipsychotica bestaan veel verschillende middelen. Hier drie voorbeelden. Antipsychotica kunnen veel bijwerkingen hebben, vaak afhankelijk van de dosering. Parkinsonisme wil zeggen verschijnselen die ook bij de ziekte van Parkinson optreden, zoals stijve spieren en beven. Dit kan heel storend zijn. De sufheid is al eerder genoemd. Sommige antipsychotica leiden tot extreme gewichtstoename. Een toename van 25 kilo is niet zeldzaam.
Net als de antidepressiva kunnen antipsychotica leiden tot functiestoornissen van het autonome zenuwstelsel. Hierover gaat de volgende dia. Het autonome zenuwstelsel regelt allerlei vitale functies van ons lichaam, zoals de hartslag, de bloeddruk en de spijsvertering. Een droge mond is het gevolg van een functieverstoring in de speekselklieren, die door het autonome zenuwstelsel worden bestuurd. Obstipatie wil zeggen dat de ontlasting niet goed meer wordt uitgescheiden, iets waar het normaal het autonome zenuwstelsel voor zorgt. Het gevolg is een vol en onaangenaam gevoel in de buik. Pijn wanneer met moeite gepoogd wordt de ontlasting toch uit te persen. De ontlasting is dan ook erg hard. De hartfrequentie kan op verschillende manieren ontregeld raken. Te snel, te traag of onregelmatig. Stoornissen in de regulering van de bloeddruk kunnen optreden. Dit komt vaak voor wanneer je vanuit liggende positie overeind komt. Je wordt dan duizelig, het wordt zwart voor je ogen en als dat langer dan een paar seconden duurt, kan je op de grond vallen. Voor oude mensen kan dit gevaarlijk zijn. Als je plast, zorgt het autonome zenuwstelsel voor het samenknijpen van de blaasspieren en ontspannen van de sluitspier, zodat de urine geloosd kan worden. Ook dit kan worden bemoeilijkt door geneesmiddelen die het autonome zenuwstelsel verstoren. Ten slotte kunnen ook de seksuele functies worden belemmerd. Dit betekent voor mannen erectieproblemen en of problemen met de zaadlozing, voor vrouwen onvoldoende zwelling van de geslachtsorganen en onvoldoende vochtig worden van de vagina bij seksuele opwinding. Al deze nare bijwerkingen kunnen een reden zijn voor de cliënt om het gebruik ervan te stoppen. Voor- en nadelen van de medicijnen moeten goed tegen elkaar worden afgewogen. Als hulpverlener moet je de problemen die mensen met hun medicatie hebben serieus nemen. Het beste advies is om die problemen met de voorschrijvende arts te bespreken. Soms moet je een cliënt daarbij ondersteunen. Hier eindigt de basisinformatie over psychofarmaca. Diaseries die dieper op de verschillende groepen psychofarmaca ingaan, zullen later volgen.